logistieke uitdaging van Dokkumar is dat wij de juiste producten en de juiste hoeveelheden willen gaan storten voor de mengsels en de recepturen van onze opdrachtgevers. Gaan wij de verkeerde producten samenstellen, is het een gevaar voor de varkens of voor de kalvermelksector en zodoende kan het voedsel verkeerd uitkomen bij de consument. Sintens heeft samen met Dokkumar hun logistieke uitdagingen in kaart gebracht. Dat waren de twee. Voedselveiligheid, dus het voorkomen van fouten en het vinden van de juiste big bag. We hebben daarnaast gekeken naar wat er oplossingen zouden kunnen zijn en die hebben we gevonden. En daarbij hebben we dus kennisleveranciers gezocht. Nou, de oplossing is RFID en de juiste kennisleverancier was Vidata. Vidata heeft voor Dokkumar een oplossing gezocht om te detecteren welke big bag in de welke mengmachine hangt. Daarbij hebben we een RFID-oplossing aangedragen. En de RFID-oplossing bestaat uit een RFID-tag. Deze wordt op de big bag geplaatst. En in de mengmachine worden antennes aangebracht die de juiste big bag in de juiste mengmachine detecteren. De RFID kan voor ons nog meer betekenen. Zoals jullie zien staan er big bags hier opgesteld. Die worden vermengd. Er gaat 200 kilo kan teruggaan in de opslag. Een opslag bij ons is ongeveer 4 tot 5 voetbalvelden groot. Dat wij zodra we het restproduct weer nodig hebben, de 200 kilo, een makkelijk traceerbaar is in een van de hallen waar wij hem opgeslagen hebben.